Gloed, nieuw onderdeel in dit nachtprogramma. Blijf je buiten of kom je binnen spelen? Het principe is simpel. Er staat een microfoon buiten. Ben je band, artiest, singer, songwriter, noem het maar op, dan ben je van harte welkom om elke dinsdagnacht tussen 1 en 4 langs te komen. Nou ja, niet elke week langs te komen, maar elke week staat die microfoon er in ieder geval. Mocht ik en de luisteraars van het radioprogramma een beetje leuk vinden wat je doet, dan is de grote 3FM speelplaats voor jou. Nou, ben al een tijdje bezig geweest om dit onderdeel op te zetten en zo. En dus ik ben eigenlijk wel benieuwd of er überhaupt beweging buiten is. Ja. Ja! Er is beweging. Ja, nee, echt! Fantastisch! Er staat gewoon een band buiten. Het heeft gewerkt, mensen. Het heeft gewerkt. Met wie heb ik het genoegen nu? Met Daybroke. Met Daybroke. Eerst stond Anouk er ook, maar die hebben we net weggestuurd. Dus het is Daybroke vanavond. Ja, maar laten we heel eerlijk zijn. Die nieuwe songfestivalplaat van de... Ik zeg niks. Ik zeg niks. Lekker neutraal blijven. Wezenlijk onze man. Ja. Hey, maar Daybroke. Yes. Vertel, met wie spreek ik eigenlijk van Daybroke? Je spreekt nu met Casper, de drummer van Daybroke. En de rest staat hier in de koude huppelen ook. Ja, want hoe koud is het op dit moment? Het is, Noordpoolstijl, denk ik. Maar het is koud gewoon. Ja, dan vind ik het echt, ik vind het retegaal dat jullie er zijn, gasten. Vertel even wat over Daybroke. Ja, we zijn een Nederlandse rockband uit Utrecht/Amsterdam/Tilburg. En we hebben net onze nieuwe EP uitgebracht, die heet Burn It To The Ground. Die hebben we met een vette release party in 013 hebben die gelanceerd. En nou gaan we die hier op 3FM promoten. Okay. Eerst in de kou en daarna hopelijk in de warme studio, als je het mooi vindt. Hopelijk, ja. Nou ja, ik zou zeggen, de microfoon buiten is van jullie. En dan zou ik graag aan de luisteraar van dit radioprogramma, jij dus, zou ik graag willen vragen. Wat vind je daarvan? Laat het me weten via 3333. Op basis daarvan wil ik natuurlijk wel mijn beslissing baseren. Nou, Daybroke, wat gaan jullie spelen daarbuiten? We gaan de song Killing Time spelen van ons vorige album. Okay, en wat hebben jullie op dit moment nu daar staan? Want... We hebben staan een akoestische gitaar en zang. Okay. Nou ja, ik ben heel benieuwd. Is deze gitaar hoorbaar? Ja, die is meer dan duidelijk, ja. Super. Alright. Dan komt hij, Daybroke, buiten! I trust you on this case. More than I trust myself today. I found the real thing now. Cold fever shaking hands. I'm more than a million miles from here. I found a brand new high. Oh, it ain't over, said and done. Watch me crawling all night long. Yeah, I'm killing time and I'm undercover. It feels just like it should right now. I'm killing time and I'm undercover. Personality, who do I represent today? This is my wake-up call. It ain't over, said and done. Watch me crawling all night long. Yeah, I'm killing time and I'm undercover. Jeetje mina, en dat was nog buiten joh, in de kou daar. Ja. Ja, nou, ik vind het zelf. Moet ik zeggen. Ik
vind het eigenlijk nu al heel goed. Maar het oordeel is natuurlijk niet geheel aan mij. Ik ben dan wel het beslissende woord. Er werd, stond net ook een telefoonlijntje te knipperen. 0909-1936, goeienacht met wie? Hey, is het leuk met Lucas? Hey Lucas. Hallo. Wat vind jij van Daybroke? Ik vond het wel lekker klinken. Je vond het wel lekker.